Nou, goedenavond, Sasse Donkers. Ik moet eigenlijk een beetje dialect gaan praten. Maar ik kreeg een opdrachtje van onze grote Wiegert. Die zegt, kerel, kun je een beetje zo praten? Nou ja, ik ben een beetje afgeleerd, omdat ik ook met mijn werk een beetje Nederlands moet praten. Dus Wiegert, ik doe mijn beste om een klein beetje zo te praten. Kwertie, nou ja, geintje. Mensen, Sasse Donkers, welkom. Vanavond, Achmietenberg. De tent is vol. Echt, ik ben al even gauw binnen geweest. En die is echt volle bak. Het is frisjes. En ik wil eigenlijk gelijk aan Herman voorstellen. Herman is onze cameraman. Herman, goedenavond. Goedenavond. Je hoort erbij, hè? En nou ja, we gaan met z'n tweeën gaan we even een paar shotjes maken. Geven. En dan gaan we hier goed. Ik gooi de vuur. Herman, zit je gewoon? Goed zo, niet veel gekoeld. Nou, kijk eens aan. De dranktoeters. Heren, goedendag. Daantje. Hoe is het? Heel goed. Goed je weer te zien, jongen. Ja, ja. Een tijdje geleden, hè? Tijdje terug, ja. Alles goed en wel? Is er ook. Ja, met mij alles gaat goed. Ik heb het helemaal meegenomen. Ja. Even stiekem een sigaartje roken. Nou, dat mag toch? Ja, zeker. Meneer Schutte. Ja, alles lekker, hè? Alles wel. Gaat zijn gangetje. Ja. Hoe gaat het er dan nu toe? Want je bent bijna elke avond, bij elke vereniging ben je geweest. Ja, ik ga ook wel in. Sinds mijn nichtje prinses is, heb ik zoiets van, dan moet ik bij zijn. Ik wou net vragen, doet ze het goed? Ja, ik vind het perfect. Oké. Okay. Nou, morgenavond komen ze, jullie. Ze hebben goede stemmen, ze is lekker los en vrolijk. Oké, okay. Ja, dat heb ik al gemerkt. Voorzitter, van de Tunnelzotters, jawel. Ja, ja. Welkom, Herman. Hij gedraagt zich, hij staat helemaal achteraan. Ja. Achter in de rieën. Precies, achteraan. Een goede volk komt als laatst. Het vrouwtje van Herman. Nou, maar ook een keer in beeld. Alles goed, hè? Alles. Hoe is het? Altijd goed. Oude zo. Gezellig. De kladder gaat dus. De vrienden uit Hattem. Hoe is het? Ja, lekker. Alles onder controle, dus we winnen meer. Nog nuchter? Ja, sorry. Ja. Nee. Geintje. Ik had het ook liever anders gezien, maar ja. Hoe gaan we de nieuwe hoogheid? Ja, prima. Ja, alles onder controle, dus we zijn al opgekomen. Spanning is eraf. Met de motor? Ja. Nee, we zijn al met de brommer. Ja, okay. Ja, dat is los. Ik kreeg al van Wiegen. Stel hoe ver dat ik niet. Wiegen zei het een beetje plat praten. Je moet een beetje dialect. Ja, ik ben een beetje plat praten. En ik probeer het wel, maar ik verval gelijk weer in het ABN. Ja, ik merk het. Maar... En dat valt niet met. Ik wil ook wel wat leren een keer, hè. Ja, okay. Wie gaat heur dat? Ik heb een lady gevonden, ja. Die wil me in Zwolle leren. Ik ga het hem leren, hè. Komt goed. Nou. Wat leuk dat jullie er zijn. In Deventer is het carnaval, begreep ik, langzaam een beetje naar onder. Ik hoop dat jullie de bende weer naar boven kunnen tillen. Dat het carnaval weer naar boven komt. Bier, snaps en appelkoek. Ja, smijt, ja, smijt, ja, hier. Chris, welkom. Een beetje zoals praten. Ja, dat gaan we dan samen proberen, want bij mij gaat het ook niet altijd goed. Nee, nou, dan maak ik helemaal niks uit. Nee, we gaan gewoon proberen. Maar beste kijkers, we hebben hier de voorzitter van de Pepperbusjes. Ja. En ja, hoe is het feest? Ja, tot nu toe enorm volle bak. Dit hadden we niet durven dromen. En we zijn er blij mee. We hebben een vereniging uit Deventer. We hebben het fan wat uit het hele land komt. Een jongen uit Amsterdam. Dus we zijn gelukkig. Ja, nou, ja. Ik heb ze ook al, de fan ook al even gesproken. Gesproken? Nou, dat maakt niet. Dat maakt niet uit. Maar ik ben al een kwartier kwijt geweest om de auto weer ergens nou ja, dat is wel degelijk een probleem. Maar aan de andere kant, voor zo'n feest moet je toch wat over hebben. Ja. Nou, maar hem ook. Ja, dat bedoel ik. En maar, het moet nog komen. Ja. Ja. Recepties bijna klaar, ja. Nog twee verenigingen en dan gaan we. Ja, hartstikke goed. Hey, wat ik ook je wil vragen is, wat vragen hoor. De vooruitzichten met de vereniging. Goed. Ja, maar gaan jullie ook weer naar Duitsland heen? Dit seizoen is ontzettend kort. Ja, en klopt. Door de sneeuw kunnen we dit keer niet naar bijvoorbeeld Bitburg. Daar wilden we heel graag heen. Maar dat is te ver weg. Alle evenementen zijn daar afgelast. Ja. Vanwege de extreme weersomstandigheden. Dus ik denk niet dat het er dit jaar in zit. We proberen nog een klein bezoek in Kleve te doen. Oh ja. En ja, het hoort gewoon bij ons. Ja. We zijn reislustig. Ja, nou, hartstikke goed. Maar de vereniging is groter geworden? De vereniging groeit gestaag.
De corona heeft voor heel veel mensen toch een stukje teruggang gebracht. Ja. Voor ons niet. Ja. In die periode zijn we met zeker een 8 man gegroeid. En daar zijn we blij mee. Het zijn trouwe klanten. Het zijn trouwe leden. Het doet allemaal wat ze willen. Ze hebben allemaal boordevol ideeën. Dus springlevend. Laten we het maar zo noemen. Op naar de 22 jaar. Toen je vroeger wat jonger waren. Toen ik ook hoogheid was. Dus dat is eigenlijk gelijk geweest, hè? Toen kwamen wij net kijken. Ik bedoel, ik was de derde hoogheid. Ja. En nu hebben we onze 12e hoogheid. En dan de corona kijk, hebben we niet gehad. Is wat. En we durven nou te denken over 22. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dus, en dan zie je op zo'n locatie. En dan dit als locatie. Ja, dus, we zijn gegroeid. Ja. Ik bedoel, we zaten op de camping. Vanuit daar zijn we hierheen gegaan. En we hopen dat we hier nog lang mogen blijven. En als nou, kijk eens, dat was het dan weer. Kijk eens aan. En is het nog laat ook nog. We doen de jassen weer dicht, hè. En we gaan weer langzamerhand richting huis aan. Het was een gezellige avond. Tot morgen, hè. Hé, hey, wat rusten. En tot morgen. Kijk, er gaan een aantal mensen al ook al aan huis zijn. Ik heb een kostelijk vermaakt. En Gert, ik ben blij dat we weer veilig in Nederland zijn gekomen. Ik denk dat je in Dubai wel een jetlag hebt gewonnen. En ik hoop dat je man weer onder ons bent. Namens Herman, bedankt jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Wilt rusten.